Oké. Goedemiddag allemaal, faculteit Sociale Wetenschappen hier in de Meerminde. Ja, ik ga nu gewoon nog eens opnieuw beginnen. Hè. Thuis, aan de Mosel of waar je ook met vakantie bent. De examens zijn gedaan, de deliberaties achter de rug. We hebben het mogen weten. De studenten kennen hun punten, die hebben dat ook mogen weten. En we mogen terug naar de kapper en we mogen naar de bioscoop en we mogen op restaurant en soms met masker en soms zonder masker. Maar we mochten niet barbecuen. We konden dus niet even samen gaan crashen, zoals we dat meestal doen, ergens begin juli. En we dachten, daar moeten we toch iets aan doen. En toen hadden Michel, die er helaas niet bij kan zijn, omdat hij een doctoraatsverdediging heeft deze namiddag, Koen en ik het idee dat we iets anders wilden verzinnen voor jullie. En we kwamen eerst op het idee van een liedje. En uit dat liedje werd dan een heus klein concertje. En dan gingen we dat eerst gewoon livestreamen. En toen werd voorgesteld van, we kunnen dat ook bij jullie komen doen. En we gingen dat dan buiten doen, maar dat ging dan even niet door, dus we doen dat binnen. En voilà, en zo zijn wij dan via een aantal omwegen uitgekomen bij Jean Safari Bosco. Ja, helemaal goed. Was dat de juiste volgorde? Jean Bosco Safari. Ik dacht dat er klopt iets niet in hetgeen wat ik zit te vertellen. Ik had dat nog steeds allemaal opgeschreven. Oké, goed. Helemaal opgegroeid in Antwerpen, in Merksem. Klopt, het is hier om de hoek. Maar met verre roots en die komen terug in de muziek. Een self-made man in de muziek. 30 jaar geleden heb je eerste album opgenomen. Dat klopt. Ja. En dat heette Wow. Wij moesten overlaatst op zoek naar onze wow-factor. Hier hebben we er een. Voilà. Onze wow-factor, dat ging gewoon op het opleidingsaanbod dat wij aanbieden, hoor. Dat is totaal anders. Goed, ondertussen zijn er 7 albums uit. Er worden momenteel gewerkt aan een heleboel nieuwe nummers. Wij krijgen een aantal nummers. We krijgen ook een nummertje helemaal speciaal voor ons. Straks. En ik ging nog iets vertellen, maar ik ben... Wat ik nog ging vertellen, geïnspireerd qua muziekstijl door de Beatles, Bach. En voilà, hier komen die roots. Rwandese, traditionele drums. Voilà, dat waren de roots. Ik weet niet of jullie die er straks uit gaan horen of niet. Dat zullen we dan wel zien. Ik zou zeggen, geniet er allemaal van. Ik geef het woord nu gewoon aan jullie en de muziek. En ik zou zeggen, jullie geniet er ook maar van. Voilà, alvast bedankt. Goedemiddag, alles goed met jullie? Nu wel. Oké. Goed. Ik heb, dit dient ook ineens als test. Want, ja, oké. Terwijl wij testen, ga ik jullie 2 belangrijke vragen stellen. 2 ontzettend belangrijke vragen. De eerste vraag is, bent u vanmiddag uit vrije wil naar hier gekomen? Ik hoor nu massaal nee roepen, dus ik neem aan dat het ja is. Goed. Tweede belangrijke vraag is, het maakt niet uit met hoeveel we zijn, hè? En ook de mensen in de huiskamer of ergens onderweg of ergens gezellig in een zetel bij vrienden of familie. Zijn jullie vanmiddag in een experimentele gemoedstoestand? Dapper van jullie. Ik had veel meer twijfel verwacht tussen de gelederen. Maar geweldig, ook weerom niet massaal nee. Dus u beweert dat u uit vrije wil naar hier bent gekomen, dat u in een experimentele gemoedstoestand bent, dan gaan we meteen het eerste experiment aanvatten. Kom gewoon allemaal even dichterbij zitten. Schoorvoetend stonden ze recht, keken naar hun buurman of de buurman en de buurvrouw ook, ja. Dit is zoveel gezelliger. En ik weet dat we afstand moeten houden, maar met een metertje of 1,5 meter tussen gaat dit zoveel gezelliger zijn. Jongens, geweldig. Top. Dank u wel. Dit gezegd zijnde, weet u dat u nog aan bepaalde dingen mag verwachten. Ja. Dit was niet het enige dat ik aan u zou vragen. Wij hebben even nagedacht toen wij het aanbod kregen om vanmiddag hier te komen spelen. Dachten we, ja, wat gaan we nu spelen? Want ik ben enorm een Beatle-fan. Ik dacht, ja, we gaan wat Beatle-nummers spelen. Nee, we gaan wat eigen werk spelen. Nieuw eigen werk. Werk dat nog niet bestaat, dat u nog nooit hebt gehoord. En we starten met dat geweldige gevoel dat u misschien ook zelf hebt.
Hebt u ooit al eens meegemaakt dat u zo'n één perfect momentje in deze geweldig imperfecte wereld hebt meegemaakt? Zo'n geweldig gevoel dat u helemaal beneemt. Je krijgt zo, dat begint hier onder uw hoofdhaar en dat gaat helemaal langs uw rug tot in de toppen van uw tenen. U voelt zich verbonden met de wereld, met de aarde. U bent niet kapot te krijgen en dat geweldig gevoel dat stijgt terug naar omhoog. U kunt niet anders doen dan uw armen naar omhoog steken en ineens... Zende jij dat terug naar het universum en daar brokkelt dat uiteen in, zo, ja, uiteen in een soort van een bloemenkee, zoals ze in Antwerpen zeggen. Van honderden miljoenen klankjes van liefde. Feel the power of the universe touches me and then rivers. I'll send it back where it will burst in a million sounds of love. Hear angels sing, see devils dance. On higher ground they get a chance to unify the good and bad through a million sounds of love. You say everything, everything. Als u naar een live concert van de nieuwe nummers zou komen kijken, dan gaat u, dan gaat u een beetje protocol krijgen, want er zijn een aantal nummers die we inleiden met stel dat. Ja, stel dat. En bijvoorbeeld als ik naast de microfoon ga staan, dan is het aan u, bijvoorbeeld.
Like bijvoorbeeld, ik doe bijvoorbeeld, en ik ga naast de microfoon staan. En ik zie u denken, hè, is dat nu dat we dat moeten doen? Is dat, wat bedoelt hij eigenlijk juist? Maar u hebt het helemaal door. Geweldig. Stel dat in de stam waarin u woont, dat iedereen gewoon op de kop 1 minuut leeft. Dat is gewoon zo, dat is al even zo. En, maar nu hebt u iets voor. U wordt verliefd op een dame en die, of op een heer van een andere stam. En die leven gewoon merkelijk langer. En u moet dat gaan uitleggen. Want u wil namelijk huwen. Minute. If my life would last just only for a minute, would you share that life with me? If I would ask if you would wanna be in it, would you take it seriously? And say yes, I will, I do, to begin with and grow old and gray with me. Knowing only 60 seconds up a minute, would you still take a chance on me? And if our love would last through the seconds, then we could both die peacefully. So you and I could start a minute life in a neighbor galaxy. Turn the wheel of time, then I would spin it as slow can be. And stretch a minute, you and I up to infinity, you and I till eternity. And if our love would last through the seconds, then we could both die peacefully. So you and I could start a minute life in a neighbor galaxy. And if our love would last 30 seconds, then we could both die peacefully. So you and I could start a minute life in our neighbor galaxy. If my life would last just only for a minute, if my life would last just only for a minute, if my life would last just only for a minute, would you share that life with me? Dank u wel. Geweldig. Ja, hoe doet u het daar in de huiskamer of ergens ten velde? Alles goed nog altijd? Ja. U mag trouwens in de huiskamer of ergens ten velde in Vlaanderen, u mag reacties geven, u mag interactief zijn. Ik hoor u wel niet, maar via een bepaalde persoon gaan wij uw berichten, gaan wij die kunnen opvangen en eventueel daar iets mee doen. Goed, ondertussen terug naar de studio. Alles goed nog hier? Ja. Ik ga toch nog een klein oefeningetje doen om u een beetje los te gooien. Ja. Juist hebben we dus de klassieke rockhoe. Dat is een heel bijzonder. Ik zou ook de klassieke klap kunnen doen. Dat is ook heel bekend. Hè. Dus één. En dat zo. Maar dat gaan we nu even niet doen. We gaan iets anders doen. We gaan eens voelen hoe het zit met het hummen. Het hummen, ja. Het hummen, dat is ook heel klassiek. Dat is vanuit de oertijd. Hè. Via het hummen kon men ook bepaalde boodschappen doorgeven. Wist u dat? Ja, dat is geweldig. Het hummen. We pakken een toon. En terwijl ik die lanceer, ik geef hem dus aan u,
pikt u op en gaat u mee op die en kijken hoe het resoneert. Ja. Voor het woord er was, werd er gehumd. Ja, dat is een hele oude traditie. U bent er echt stil van. Oké, ik geef u de hum even. Ik was er vergeten bij te vertellen dat u heel diep dient ademen. Vooraleer u aan het hummen begint. Maar dit was al supergoed, hè? En u voelt er is iets dat ineens vorm krijgt, dat er altijd is. Hè? Dat is frequentietrillingen. Goed zo. Oké, het volgende nummer. Ik heb een kameraad die het echt niet gemakkelijk heeft. En af en toe, als het ons lukt, dan proberen we te doen glimlachen. I'll find a way to make you smile. I can see you standing by the window all day. I can hear you talking in an absent way. Then you turn to say your future fell asleep yesterday, and your yesterday is a nowhere child. I'll find a way to make you smile. When the phone rings, you just walk. Thank you.
Dank u, dames, heren uit het peloton. Komen hier, gaan we nog eens. I'll find a way to make you smile. Jongens, 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 dit is niet... Ja. Groetjes vanuit de Provence, ja. Toch bedankt, maar die komt wel binnen, hè. Wacht even. Oh, mooie muziek. 100 mensen kijken mee. Bent u dat van de Provence met die 100 mensen? Weer een subnoot, tof. Kort, krachtig, heel goed. Ah. Zwaaien van links naar rechts. Oké, moeten we even de camera's draaien? Want dat heeft weinig... Steven en ik, wij gaan het al doen. Steven en ik, wij gaan van links naar rechts zwaaien. Oké, van links. Ja, dat is een beetje raar, dat streamen, hè? Ja, we gaan hem even draaien, de camera. Ja. Oké, hier gaan we, terwijl we hummen. Fantastisch, hè? Ja. Wat een super interactief moment. Ja, dat ga ik nooit vergeten. Dat waren onze eerste inzendingen, de groetjes uit de Provence. Mooie muziek, 100 mensen kijken mee. Tof, zwaai van links naar rechts. Goed zo. Nu, we hadden een opdracht, en het is een heel leuke opdracht, om... om een lied te schrijven voor dit moment. Want wat ik begrepen heb, is ontzettend... veel werk geleverd om alle studenten te kunnen laten online studeren. De hemel en aarde werd bewogen. Klopt dat? U mag in het halfduister ja knikken. En dan gebeurt dat en ontstaat er een soort van geweldige solidariteit, een geweldig gevoel van samenhorigheid. En dan is het bijna spijtig dat het gedaan is. Ik zei wel bijna. U bent natuurlijk super opgelucht dat u de vakantie ingaat. En u hebt dat ook nodig. Vakantie, summertime. Summertime for you and me. Nu, we hebben hier een tekst geschreven. Thanks to all at the faculty. It took mentally and physically a whole lot of energy to get the right things done. Moest er iets in de tekst staan dat u zegt, hey, dat kan niet, dat klopt niet, dan veranderen we die ter plekke. En we spreken nog altijd over de mensen uit de faculteit. Hè. The rollercoaster they've been on to make sure that everyone could study online from day one. So proud they got it done. There's a warm wave of gratitude flowing through us all. After all these days of solitude, can you hear the summer call? En hierachter, die summer call, want u gaat allemaal een tekst meekrijgen... gaan we een O plaatsen. We gaan er daar een O plaatsen, want u hebt het al zien aankomen. Die interactieve dingen blijven niet bij hummen en van links naar rechts zwaaien. Er komt een gigantische O aan. Achter Can You Hear the Summer Call. Die O die gaat als volgt klinken. Wacht even, ja, andere toon. There's a warm wave of gratitude flowing through us all. After all these days of solitude, can you hear the summer call? Oh, oh, oh. 1, 2. Oh, oh, oh. In het begin vaart dat. Ja, dat doet wel iets met u. U moet uw klank mee met de andere klanken in de ruimte jagen. En dan krijgt u een volledige samenhorige klank. En die bestaat uit drie O's. Oh,
oh, oh. En die gaan we eventjes sneller bij elkaar. Oh, oh, oh. Oké, hier gaan we. Kijk. Oké, ik ga hem nog even doen. Ik ga het laatste zinnetje even gewoon voor u zingen. Ik ga het wat trager doen, dat u er kan mee insliden. En dan gaan we die oh, oh, oh proberen te plaatsen. Oké, de mensen thuis, u kan ook een oh, 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 alles is verbonden. Geef alles wat u hebt. Laat ons ook weten wat die oh, oh, oh met u doet. Als u dat helemaal alleen ergens op het terrasje doet en alle mensen kijken naar u. Oké, hier gaan we dan. Ik geef het laatste zinnetje. After all these days of solitude, can you hear the summer call? Oh, oh, oh. En nu ga ik eens even niet meedoen. After all these days of solitude, can you hear the summer call? Dat is niet slecht, hè? Maar ik weet niet of dat u het weet. Maar we gaan u 3 professionele tips geven om dus beter te kunnen zingen. Want ik voel nog wat aarzelingen links en rechts en die kunnen meteen ter plekke opgelost worden. Luister, de eerste tip is, ga gewoon recht staan. Gewoon recht staan. U doet dat erg spontaan. En dan effectief, dan grondt u zichzelf. Gewoon even gronden, wortels onder uw voeten. Ja, goed zo. En dan gaat u gewoon, ja, u hebt een blad vast, de schouders losgooien. Uw handen zo beschikbaar opstellen, zodanig dat ze over elkaar staan. Want stel dat zij de onbedwingbare drang zouden vertonen om dus perpetueel samen te komen en terug weg te gaan. Dus die mogelijkheid gaat u bieden. U hoeft dat niet te doen, maar u biedt de mogelijkheid aan. Goed. En dan gaat u even weer hummen. Dat is het. U gaat merken, die oh oh gaat eruit knallen. Nog een laatste keer. After all these days of solitude, can you hear the summer call? Dat is hem, ja, oké. Nu gaan we de song doen. U hebt dit nog nooit meegemaakt, geloof ik. Hè? Maar gaat het nog? Oké, hier gaan we dan. Er is ook een tiriti. Maar die laat ik aan jullie over. Thanks to all at the faculty, took mentally and physically a whole lot of energy to get the right thing done. The roller coaster they've been on to make sure that everyone can study online from day one. So proud they got it done. There's a warm grace of attitude flowing through us all. After all these days of solitude, can you hear the summer call? Summertime is here to stay. Every minute, night and day, meant for fun and feeling free. Summertime for you and me. Ti-di-ti-ti-ti. Let's go outside and look up and try. Reach out your hand and touch the sky. Let all your worries fall behind. It's time for peace and quiet. It's time for friends and family. Recharge every battery. Go take a jump into the sea. And smile and smile and smile. There's a warm wave of gratitude flowing through us all. After all these days of solitude, can you hear the summer call? Summertime is here to stay. And every minute, night and day is meant for fun and feeling free. Summertime for you. And summertime's well on the way. And every moment, night and day is made for happiness to be. Summertime for you and me.
Bob Hilgum. Bedankt, u deed het echt ontzettend goed. In het begin was u een klein beetje onwinnig, maar dat is helemaal weg. Dat is geweldig. Nu, we gaan eindigen met een lied van John Lennon. Ik heb echt wel backing vocals nodig. We hebben een hele aparte, speciale partij voor u uitgekozen met drie woorden. We hoopten dat u die drie woorden uit elkaar zou kunnen houden. Het zijn de meest essentiële woorden in een mensenleven. De woorden gaan als volgt. We gaan het even repeteren. De woorden gaan als volgt. Het eerste woord is love. Het tweede woord is love. Het derde woord is enorm intelligent publiek. Ik wist het meteen als ik jullie zag. Nu, ik ga eventjes dat eerste zinnetje, er zijn drie zinnetjes, ik ga het u even geven. U geeft het mij meteen terug, dan kan ik de balans van de mannelijke en de vrouwelijke zangenergie even toetsen. Even misschien bijsturen, indien nodig. Oké, okay. Het eerste zinnetje gaat als volgt. Love, love, love. Oké. Okay. Ondanks de aarzeling deed u dat echt wel heel goed. Ja, u slide er echt in. Maar dat is echt heel goed. Het tweede zinnetje. Ik vind wel dat ik even moet toch bijsturen. Mannen, u hoeft niet die hoge falsetto te doen. U mag die lage love, 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 à la Kojak zo, mag u gewoon lanceren. Wij hebben die fond nodig. Die diepte hebben wij van u nodig, heren. De dames zijn nog een beetje schuchter, maar dat komt helemaal goed. Oké. Okay. Tweede zinnetje, niet te verwarren met het eerste. Love, love, love. Komen er, hè? Je voelt dat ook, hè? Je voelt dat zelf. Nu, het derde zinnetje is iets hoger. Love, love, love. Geweldig, vasthouden die energie. Hier gaan we. Vooraleer we starten, geef ik u nog een hymne mee. Ik ga niet meer kunnen dirigeren, dus u zal aan de ronding van mijn bolle Rwandese ogen kunnen zien wanneer u dient te starten. Oké, hier gaan we. Thank you.
Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Aan de piano. De Matthias aan alles wat techniek is vandaag. En ik heb hier nog een aantal inzendingen. Groeten van Ann Aartsens. Tussen haakjes Miro, uitroeptekenen. Fantastisch. Is het Hero of is het Miro? Hero. Ah, het is geen... Nou, die C, ik dacht dat een aanhalingsteken was. Nee, nee. Dus, Hero Jean, je hebt samen ja, met ja, Am. Sam. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik ben zelf van de Hero geweest. Daar ga ik niet over uitweiden, was een geweldige tijd. Maar je hebt met haar in de Hero gezeten, blijkbaar. Met Ann Aartsen, ah, ja. Nee, want wij hadden een jongens Hero. Maar Ann, oh. Ik had misschien wel graag u ontmoet bij de meisjes Hero, maar... De dingen lopen niet altijd zoals je wilt. Ik denk dat Ann Aartsens ook zegt dat het fantastisch is, dat het een mega hit is en dat het een heerlijke sfeer is. Ja, en dan, ja, dan gaan we terug maar van links naar rechts zwaaien. Hè? Even, ja, zwaai maar even vooraan, van links naar rechts. Oh, fantastisch. Geweldig. Ja, dat was maar heel even, hè. Sorry. Wij kunnen niet vertrekken zonder u nog een lied te brengen van John Lennon. En voor iedereen, ja, ik denk, ja. Voor iedereen die niet hier is, maar daar ergens is. Wij vonden het geweldig om dit te mogen doen. En ook voor dit lied voor jullie te schrijven met zulk een positieve solidariteitsgevoel. Dat daarin zat, dat daar tussen de regels te lezen was. Want ik weet dat er bijzonder veel problemen zullen zijn geweest. Ontzettend. Ik lees dat erdoor. Maar wanneer ze dan rond geraken, is dat allemaal fantastisch. Hè? Ja. Goed. Een nummer van John Lennon om af te sluiten. Gaat als volgt. Nothing to kill or die for.
hope someday you'll join us and the world will live as one. The world will live as one. Imagine no
Dank u wel. Dank u. Tot ziens, vooral degenen die niet hier waren. Wij hebben er ontzettend van genoten dat u er toch was. Dank u wel.